Hallo iedereen, ik heb weer een hele leuke video voor jullie vandaag. Ik heb een heleboel nieuwe producten en ik wil deze allemaal aan jullie laten zien. Het zijn er een heleboel, dus ik ga er vrij snel door. Maar absoluut geen schrik, want al deze producten die ik nieuw heb, die komen sowieso in mijn volgende video's uitgebreider aan bod, want dan ga ik ze gebruiken. Nu ga ik ze aan jullie laten zien, de kleuren en dergelijke, de verpakkingen, hoe mooi ze zijn. En de volgende video's maak ik er gebruik van. Ten eerste heb ik voor mij persoonlijk een paar dingen op Beauty Bay gekocht. Ik heb voor de allereerste keer een Morphe brushes palette gekocht en deze ziet er zo uit. Dit is een volledig mat en een neutraal palet. Ik heb het nu ongeveer 1 week, dus ik heb het 1 week gebruikt. Ik denk dat het 35 kleuren bevat, allemaal mat van heel licht beige tot zwart, maar voornamelijk beige, taupe, bruine en paarse tinten. Ik vind dit heel erg mooi. Ik heb het al een weekje gebruikt, dus ik vind het wel goed. Ik vind het goede kwaliteit, voornamelijk omdat dit maar 22 euro kostte op Beauty Bay. Dus ik wou er zeker eentje proberen om dan te zien of ik er eventueel nog een volgende zou aanschaffen. Maar de matten ga ik voornamelijk gebruiken, denk ik, op school en op andere mensen. Mensen die heel graag matte kleuren hebben, want ik hou wel heel erg veel van blinkende en meer shimmery oogschaduwen. Maar absoluut een hele leuke aankoop. Op Beauty Bay heb ik dan ook nog een Deep Brow Pomade van Anastasia gekocht. Ik had reeds de Top One. Die had ik hier gekocht in België, in de Planet Parfum, denk ik dat ze die hebben. En ik zag dat de prijs online op Beauty Bay maar 17 euro was. En hier in België is die 29,5. En Beauty Bay verzendt reeds vanaf 22 euro gratis. Dus dat vind ik echt wel de moeite. Ik heb een iets donkerdere kleur gekocht. Ik heb de Medium Brown gekocht. Even vergelijken. Dit was mijn taupe en dit is een medium brown. Dus nu denk ik dat ik voor mij persoonlijk, mijn wenkbrauwen wel elke look kan doen. De taupe is vrij zacht en naturel voor een dagelijkse look en de medium brown is iets donkerder voor als ik een hardere, meer scherpe make-up look wil. Dan heb ik echt een heleboel producten aangekocht, maar deze is voornamelijk voor mijn werk. Ik ga ze jullie laten zien. Ik heb 2 volledige make-up lijnen van ArtDeco aangekocht, omdat ik deze ook gebruik in het instituut en verkoop. Ik heb gekocht de nieuwe winterlijn, de face make-up van deze winter, en deze noemt de Arctic. Waar ik voornamelijk super tevreden mee ben dat deze uitkwamen, dat zijn de oogschaduwstiften. Dit zijn oogschaduwstiften die heel erg waterproof zijn en tot nu toe waren die er enkel in heel neutrale kleuren, beige kleuren. En nu is daar een donker paarse in, een meer goudbeige, een roze en een blauwe. En ze hebben allemaal een heel zachte glinstering erin. Ze zijn super langhoudend, ze zijn echt waterproof en echt heel erg gemakkelijk in gebruik. Dan zijn er 2 nieuwe kleuren van een glinsterende eyeliner. Dit is meer een grijs beige en dit is meer een gouden. Heel erg leuk, voornamelijk voor de feestdagen als je bijvoorbeeld een zwarte eyeliner aandoet, om dan die glinsterende eyeliner er vlak bovenop te doen. Dan hebben zij 3 kleuren van Shimmer Cream. Deze zijn echt super leuk. Het zijn hele mooie potjes. Gemakkelijk dat ze apart in een potje zitten. Het is een rozere, echt een beige, gouden en dan een bronsgouden. En die wordt echt gebruikt om op de jukbeenderen te plaatsen, op de neus, vlak onder de wenkbrauwen of op de cupidoboog, om echt die highlightpunten in de kijker te zetten. Dan is er een heel mooie blush. De blush is vrij mat, maar heel naturel. En dan is er een productje dat zij een highlighter noemen, maar je kan hem echt perfect gebruiken als oogschaduw. Echt heel mooie kleuren voor oogschaduw, maar omdat die ook wat glinstert, kan je die ook weer op de jukbeenderen aanbrengen. Dan zijn er 3 lipsticks. Het is echt in die Arctic kleuren, dus het zijn allemaal roze, lichte, glinsterende winterkleuren. Een roze lipstick, ook weer meer een beige gouden en meer een bronsgouden. Heel erg mooi, heel erg zacht van textuur. Naturel, mogelijk voor echt alledaag gebruik. En dan zijn er 3 hele mooie Glam Star lipglossen. Ook weer heel erg zachte Arctic kleuren, een hele lichte roze, een iets donkerdere en dan echt een donkerdere roze. Heel natuurlijk, perfect voor dagelijks gebruik.
Verder zit er nog iets heel erg leuk en nieuw in de feestcollectie. Ze noemen het de Sparkling Lash Drops. Het is een glitterende, hele zachte gel. En hij wordt voornamelijk bedoeld om dan heel zachtjes over je wimpers te doen, zodat die echt een glinsterend effect hebben. Natuurlijk, als je wil, kan je deze ook perfect een beetje over je lipgloss doen of op je jukbeenderen om te glinsteren. Voilà, dit zijn ze van de ArtDeco collectie. Dan heb ik nog één andere collectie. Dan heb ik nog de volledige Dita collectie van ArtDeco. Als je houdt van wat meer kleur, de ArtDeco collectie was heel erg roze, heel erg zacht. En deze heeft toch wel wat kleur. We beginnen met een heel neutraal poeder om af te werken. In een vrij lichte kleur, ook omdat het winter is en omdat Dita heel erg blank is. En dan hebben we een iets gelijkaardige blush. Een heel zachte roze. Heel erg mooi met de drie verschillende kleuren, waardoor je ook kan kiezen van licht tot donker of als highlighter kan gebruiken. En een super mooie oogschaduw. Deze heeft echt heel erg mooie glans. Maar echt de topper van deze collectie, ja, dat zijn de lipsticks. Dita heeft toch altijd een heel erg mooie rode mond. Dus er zijn drie prachtige kleuren rood. Wauw. Ik kan zelf niet wachten tot deze te proberen. En bij deze drie lipsticks zitten ook twee liquid lipsticks. Dit is tussen een lipgloss en een lipstick. Heel erg crèmig. Heel erg dekkend. Ook allebei in super mooie rode kleuren. Dat geeft echt zo een heel shiny wet look effect op je lippen. Heel erg mooi. En dan zit daar een hele mooie mascara bij. Een zwarte. Ik vind dat die een heel klein beetje lijkt op degene die ik gebruik. Op de Panoramic Mascara. Omdat die, het borsteltje is heel fijn. Kan elke wimper bedekken. En heeft in het midden een klein beetje een diepte. Om heel goed panoramisch volume te geven. Voilà, dit zijn de nieuwe producten. Ik heb ze snel aan jullie voorgesteld en de volgende keer ga ik ze veel uitgebreider gebruiken in mijn tutorial. Een van mijn volgende video's is een volledige wintertutorial met de volledige ArtDeco collectie van ArtDeco. Tot later!